Julia, hoe is het? Ja, heel goed en heel fijn. En ik ben inmiddels wel een beetje geland en gewend. En ik ga gewoon lekker mee in de flow en het werkt heel goed. En ik ben mega blij met alles wat we aan het doen zijn. Want we zijn nu 2,5 week onderweg. Het was heel druk en heel veel, maar vooral heel veel heel leuk. En weinig slaap, maar ik sta hier nog en ik leef nog en... Eigenlijk meer dan ooit. Ik ben echt enorm aan het genieten van alles. Het had ook veel drukker kunnen zijn natuurlijk, want ja, de eerste optredens die zijn niet doorgegaan. Nee, ja, dat vond ik wel echt heel jammer, want we hadden ook wel echt gewoon volle bak gerepeteerd die eerste week. En ondertussen het album ingezongen, dus het was allemaal super, super druk. En toen het uiteindelijk dan niet doorging, dat was wel eventjes een beetje bitter. Even maar... De luxe aan K3 zijn is, we weten eigenlijk zeker dat we nog een keertje in het Sportpaleis gaan mogen staan voor een volle zaal. En dat kan ook niet iedereen zeggen. Dus dat stelt me wel enorm gerust. Ja, een beetje voor mij ook wel bitter om de finale niet te kunnen meemaken in levende lijven. Maar ik ben blij met ons, jullie. Ja. Dus ik ben super gelukkig en ik ben dat allemaal al een beetje vergeten. En wat hebben jullie in de tussentijd allemaal al met z'n drietjes gedaan? In de tussentijd, zoals Julia net zei, het inzingen. Toen was Marten nog wel even ziek, dus die was daar niet altijd bij. Maar we hebben het album afgemaakt. We zijn ook in-ears gaan gieten. Dat zijn zo van die oortjes, omdat ja, als je professioneel moet zingen, moet je ook professionele tools hebben. Zo, ook die kleine dingetjes zijn we mee bezig. We hebben fotoshoots gehad. We moeten onze kleding ook eens bekijken. Nieuwe kleren zoeken, outfits samenstellen. We zijn al aan het nadenken over nummers die waar we misschien eventueel een videoclip van kunnen maken. Dus er is heel veel aan de hand. We gaan ook nog een immersive doen in Antwerpen. Dat is een soort tentoonstelling, K3 Bootcamp, waarin je zelf K3 kan worden. Dus dat is heel leuk om te doen in Antwerpen. En in februari beginnen we met de repetities voor de tour al. Dus... Inzingen, ja, het woord is gevallen. Dat moet voor jou een monsterklus geweest zijn. Want dat moest in een week tijd, heb ik het goed begrepen? Ja, er stonden iets van 6 sessies gepland of zo. Maar uiteindelijk heb ik het in 3 à 4 sessies voor elkaar gekregen. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik ook niet. Geen flauw idee. Maar ik denk dat ik gewoon nog een beetje in die adrenaline van die finale zat. En het ging eigenlijk vrij vlot. En die eerste dagen zat mijn stem ook nog oké. De laatste dag, er zijn 2 nummers. Als je goed luistert, dit is de dag waarop ze hees was. Maar... Dat gaan we maar niet verklappen, denk ik. Nou, nee, ik ga niet verklappen welke. Dat mogen de mensen zelf uitzoeken. Nee. Het is zelfs mooi dat het een beetje zo'n rauw randje... Zo heel breekbaar. Ja, breekbaar en lief. Dus nee, maar... Dat is mooi. Dat viel me eigenlijk alles mee. Ik vond dat ook superleuk. En Hanne was er dan bij als mental support. Ons Marty zat mentaal. Nog thuis. Ja, die was er mentaal bij. Waterval, ja, jullie nieuwste hit. Ik noem het al een hit, het is gewoon een regelrechte hit volgens mij. Ja, het was op 10 dagen al meer dan 1 miljoen keer gestreamd en de videoclip ook al meer dan 1 miljoen keer bekeken, dus dat is gewoon heel zot. Je hoopt er natuurlijk wel op als je eraan begint, maar dan is het toch altijd nog afwachten wat de mensen ervan vinden. En ja, het is vooral heel fijn dat de mensen thuis ook zoiets hebben van, oh ja, ik zet het nog een keer op. Dus ja, heel tof. Nu zijn jullie bij Omroep Brabant. Ja, de echte optredens die moeten we nog even achterwege laten vanwege corona natuurlijk. Volgend jaar maart, als ik het goed heb, dan beginnen jullie nieuwe, de theater, of in ieder geval niet theater, de grote shows die gaan dan komen. Yes, onze eerste tour. Dan kom je natuurlijk denk ik ook weer naar Brabant, toch? Ja. Den Bosch, ja, jawel. Ja. Jazeker. Een soort thuiswedstrijd wordt het dan, hè? Ja, weet je wel. Maar dat is altijd fijn. Hoe voelt het dan om zo dicht bij huis misschien nog wel op te treden? Nou, ik vrees dat ik dan wel zenuwachtig ga zijn, omdat er dan in één keer veel meer mensen in de zaal gaan zitten voor mij specifiek. Dus dat ga ik wel een beetje spannend vinden, maar tegen die tijd hebben we ook in België al meer shows mogen doen, dus dat moet helemaal goed komen. Dan nog een laatste kleine gewetensvraag voor jullie alle drie. De Waterval, die hit die is al uit, die kennen we allemaal, er is een hele mooie videoclip bij gemaakt. Ik hoorde Hanne al een beetje zeggen, we gaan op een gegeven moment ook een nieuwe videoclip maken. Is dat dan ook meteen het nieuwe favoriete liedje van jullie allemaal?
We hebben allemaal een andere, hè? Ja, we hebben allemaal andere favorieten op het album. Dus we zijn er een beetje aan het uitzoeken welke dat de allerleukste is. En als ik dat nu aan jullie vraag, als jullie nu een klein primeurtje moeten geven, welke hit gaat dat dan zijn? Oh, als ik zou mogen kiezen, Kruisen op de Wereldkaart. Kruisen op de Wereldkaart, dan ga ik het toch aan jullie vragen. Chikaboom. Chikaboom. En ja. Marten? Er zal liefde zijn. Daar zit inderdaad nog wel een klein beetje verschil. Ja, we laten het weten als we eruit zijn. Ja, een klein primeurtje van een van die andere liedjes die we nog niet gehoord hebben. Welk wil je een klein stukje voor zingen? Met dat techno ding. Hoe wil je het gaan doen, meid? Een raket naar de maan. Een raket naar de maan. Een raket naar de maan. De maan. Alsof het nooit anders geweest was. Dat ging nog goed. Maar ja, dat ging goed. Zie, voilà. 3 dagen ingezongen. Hoppatee.